Suriname is een goed voorbeeld van een samenleving die rijk is in verschillende etniciteiten en culturen. Gezien China een diaspora-gemeenschap in Suriname heeft, is er dergelijke interesse in de culturele diversiteit in Suriname. In dat kader is gisteren het seminar een miniatuurkaleidoscoop van grote beschavingen georganiseerd. De Chinese ambassadeur in Suriname, Han Ying, zei dat het seminar bedoeld is om de vriendschap tussen Suriname en China verder te bevorderen en meer cultuuruitwisseling te bevorderen. Suriname is a culturally and ethnically diverse country. People of various ethnicity, including the Chinese, Indians, Javanese, Africans, and so on, live and contribute to the shared homeland. The mutual promotion of diverse cultures and harmonious coexistence among different cultures, among different ethnic groups, is the social consensus and cultural genes of Suriname. Het seminar is de eerste activiteit voor de Chinese Vereniging voor Internationaal Begrip, die zich momenteel in Suriname bevindt. Om een beter culturele begrip te krijgen is tijdens het seminar samengewerkt met de faculteit der Humanoria van de Anton de Kom Universiteit en het Confucius Instituut. Volgens Carol Bobson, decaan van de faculteit der Humanoria en bestuurslid van het Confucius Instituut, wordt er veel gedaan om de Chinese cultuur te integreren in Suriname. We hebben het Dragon Boat Festival, we hebben de cultural event voor local school, cultural event voor wider public during the spring festival. En sinds 2022, in december 23, we will hold the another festival that is about 2 weeks. Tijdens het seminar is er ook gekeken naar de verschillende migratiegroepen die naar Suriname zijn gekomen. Verder was er een panel met de nationale archivaris Rita Chin Fu en Paul Woei, die recent een boek heeft uitgebracht over de onafhankelijkheid van Suriname.